Veel publiek in Velzen-Zuid. Met de hashtag die tent moet vol werd er geprobeerd om hier een volle bak te krijgen voor deze wedstrijd. En het publiek dat er kwam, dat genoot ook. Want hier is al heel snel in de wedstrijd de 1-0 van Jerdy Schouten. Heerlijke bal van Platje. Osman legt hem perfect terug. En de oudspeler van ADO Den Haag zet Telstar dan op een 1-0 voorsprong. Go Ahead Eagles wordt in de eerste helft overklast. Hier is het weer snel inleveren voor de ploeg van Flemmings. Het schot van afstand en daar is de 2-0. Fout van Sonny Stevens. Mohamed Osman ziet dat schot van afstand, misschien ook wel tot zijn eigen verbazing, in het doel verdwijnen. En Telstar gaat door. En Telstar krijgt nog heel veel grote kansen. Met name is het Platje hier die de lat raakt. Dan wordt hij wel opgepakt door Novakovic. En die denkt even te scoren. Maar dit doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel. Novakovic, de topscorer van Telstar met 7 treffers. Hier gaat hij opnieuw richting Stevens, de Amerikaan. En dan speelt hij de bal net iets te ver voor zich uit. En zo had het eigenlijk bij rust net zo makkelijk 3 of 4-0 kunnen staan voor de ploeg van Mike Snoei. Oud trainer Snoei trouwens van Go Ahead. Nog altijd voor rust, Novakovic. Novakovic. Nou, het had niet 3 of 4-0, maar misschien ook wel 5-0 kunnen staan halverwege. In een wedstrijd waarin er maar één ploeg was die de aanval zocht. Naar rust dan. Sumauro. En dan is daar de 2-1 uit het niets. Sam Hendricks die scoort. Vooraf kreeg hij de bronzen stier, beste speler van de eerste periode. En hij is natuurlijk ook met deze elfde de topscorer in de Super League. Dan het moment van de avond. Let op, Mohamed Osman die controleert die bal met rechts. En vanuit de draai krijgt hij die bal ook nog eens een keer in het doel. Wat een heerlijke zaalvoetbalactie zeg. Van deze geboren Syriër, Mohamed Osman. Prachtige goal. En mede daardoor wint Telstar volkomen terecht met 3-1. Dit was echt een sleutelwedstrijd. Maar een hele goede serie waar we in zitten. Je moet hier uit tegen een ploeg die 3 punten boven je staat. Ja, dan had je in de top van de Jupiler League nu kunnen staan. En ja, dat hebben we nagelaten. Ik vind het ja, erg prettig om met deze jongens samen te werken. Zeer professioneel. En ja, als je dat dan ziet, hè, dan is Go Ahead een mooie graadmeter. We hebben een andere begroting dan ons, maar ja, het leek er vandaag wel op of we gewoon niet te verslaan waren.